Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij, van Karine van Blonde Beauty Fashion. Mocht je nieuw zijn, welkom. Super leuk dat je kijkt en mocht je mij al langer volgen, fantastisch dat je er weer bij bent. Vandaag gaan we het weer hebben over mijn dochtertje Elin. Ze is inmiddels 14 maanden oud, dus ruim een jaar. En zoals je weet deed ik af en toe updates en dat ga ik nog steeds doen, alleen wat minder frequent. Dus het leek me leuk om dat weer eens te doen. Ja, hoe gaat het met haar? Nou, het is me een portret. Volgens mij heb ik het vaker gezegd. Maar het is echt... Ze is heel anders dan Niels. Ze zijn op sommige dingen natuurlijk ook, uiteraard ook hetzelfde. Maar ze is echt wel een heel ander karaktertje. Ze is echt een tough chick. Ze is gewoon een stoer meisje. Ze kan heel boos worden en ongelooflijk blij zijn. En het merendeel van de tijd is ongelooflijk blij. Maar soms is ze ongelooflijk boos. Het is een temperamentvol type. Het is heel leuk, want ze is aan het lopen. Al heel lang loopt ze aan de hand. En we dachten eigenlijk dat ze op vakantie al los zou gaan lopen. Maar goed, dat gebeurde niet. Nou, prima. Ze is daarin veel langzamer dan Niels. Niels die stond al met 8 maanden en die liep voor zijn eerste verjaardag. Nou, en is dus nu 14 maanden en nu loopt ze net een beetje los. Nog niet kilometers, maar wel gewoon stapjes. En... achter de loopwagen loopt ze echt als een marathon. Of als een sprinter bedoel ik. Maar heel leuk om te zien. Ze is een ongelooflijke klauteraar. Dus ik hou mijn hart vast. Ze vindt deuren ook ontzettend leuk. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Want gaat ze heel open, dicht, open, dicht. Nou, vindt ze hilarisch. Gaat ze erachter staan. Ze gaat graag zo tegen de muur staan. Zo plat met de rug tegen de muur. Dan doet ze zo de deur ervoor. En dan doet ze... Heel leuk. Maar voor mama's moederhart is dat een beetje lastig natuurlijk. Met vingertjes ertussen komen. Maar het is echt ik vind het een hele leuke fase in de ontwikkeling. Volgens mij heb ik dat van toen Niels ongeveer die leeftijd had ook gezegd. Dat het gewoon zo'n leuke fase is. Omdat ze gewoon echt meer mensen worden. En dat, ze, ja, dat je ziet wat hun karaktertje begint te worden. En ze zegt ook nee, 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 nee. Nou, dat heeft Niels echt nooit gedaan. Het is echt, ja, je hebt gewoon weer een heel, twee hele andere kinderen. En ze zeggen wel verschil tussen jongetje en meisje. Maar ik heb ook gewoon het idee dat het gewoon... überhaupt bij tweede kinderen. Je denkt dat ze zo zijn als de eerste, maar dat is gewoon niet. Maar goed, ze zegt nee, nee, nee. Daar is ze ook heel duidelijk in. Ze wil wel vaker dingen niet. Ik had het idee dat hij even niet scherp was. Maar goed, nee, nee, nee doet ze heel graag. Ze zegt ook echt al wel dingen. Poetsen, zegt ze. Auto. Ze zingt ook zo'n liedje op tv en dan is het aha. En dan doet ze ook aha. Ze snapt heel veel. Dus als ik zeg nee, ene leg terug, dan doet ze dat ook. Tenminste, als ze er zin in heeft. Maar ze snapt wel wat ik zeg. Geluidenboekjes vindt ze heel leuk. Dus dan op de knopjes drukken natuurlijk. Dus het is echt een pinter meisje. Maar ze is qua motorische ontwikkeling wel wat langzamer dan Niels. Ik denk dat zij qua spreken en zo, denk ik dat zij sneller is. Maar ja, het is ook altijd maar, weet je, het allemaal in de marge. Maar ik vind het echt een hele leuke fase. Mijn vader is ook laatst met zijn Nijntje Museum geweest. Ook een keer trouwens met mijn ouders zijn ook een keer samen met zijn Nijntje Museum geweest. En dat vindt ze nu ook heel leuk, omdat ze natuurlijk daar... Dus daar wil ik binnenkort ook een keer met haar heen. Dat vind ik wel heel leuk, want binnenkort gaat Niels naar school. En dat betekent dat ik dus op mijn mamadag, een beetje raar woord, maar de dag dat ik thuis ben... dat ik dan dus gewoon totdat de school uitgaat met haar alleen heb. Dat lijkt me ook weer zoiets bijzonders. Want bij een eerste had je dat natuurlijk altijd. Maar de tweede heeft nooit quality time gehad. Tenminste, nooit. Maar ja, eigenlijk zijn we altijd met z'n allen. Dus dat lijkt me ook heel leuk om haar op die manier te zien. Zeg maar. Dat vind ik, ja. Verder, ze eet als een bootwerk. Ze is nog steeds... we zijn laatst natuurlijk weer bij het consultatiebureau geweest. En ook weer inentingen gehad. En ze zit nog steeds qua gewicht op de min 1, qua hoofd op de 0 en qua lengte op de plus 1. Dus ze is nog steeds lang en slank. Nou goed, dat was me opgevallen aan de kleding. Maar ze eet heel erg veel. Ik moet eerlijk toegeven dat ze ook nog steeds 3 flessen heeft. En soms zelfs 4. Ik heb het ook met Constance over gehad, maar ze zei, ja, weet je, ik zie bij haar, ik bedoel, ze is gewoon, by far niet te dik, dus het is niet erg. Als ze maar wel rond 1,5 jaar echt wel het flink afgebouwd hebben, dus nou, oké. We merken gewoon dat ze het nu, één is gewoon een heel druk, alert, vrolijk meisje en kan daardoor lastig echt ontspannen.
de momenten dat ze echt ontspant zijn als de flessing, dat zijn ook de enige momenten. Dus dat is voor haar echt het rustmomentje voor het slapen gaan en 's ochtends bij het opstaan. Dus ja, het is gewoon een beetje maar ook wat het is, denk ik dan maar. Ja, ze vindt het gewoon nog wel heel fijn. Ze eet heel veel. Dat is niet, ik bedoel, ze eet 's ochtends een boterham. En vanmorgen zelfs een boterham en een halve banaan op. Ze eet tussen de middag vaak 2 boterhammen. In ieder geval bij het kinderdagverblijf hebben we ons 1 à 2. En dan drinkt ze daar ook gewoon bij. Ze houdt niet zo van melk. Iemand zei laatst, misschien moet je karnemelk proberen. Dus dat ga ik ook nog wel een keertje proberen. Ik moet er zelf niet aan denken, maar ik hou ook niet van melk. Dus misschien ook sowieso. Dus karnemelk gaan we een keertje proberen. En 's avonds eet ze heel veel. Ze eten en tussendoortjes krijgen ze natuurlijk ook. Maar 's avonds eet ze dus eerst een hapje voor 12 maanden. En het hangt een beetje vanaf wat we daarna eten. Zeg maar in hoeverre ze nog mee kan eten. Want in principe eet ze gewoon 's avonds mee. Alleen ja, we eten gewoon niet altijd iets wat zij makkelijk mee kan eten. Dus bijvoorbeeld als we pasta eten. Doen we liever het hapje gewoon voor, van tevoren. En dan eten we daarna. Eet zij nog wel wat pasta mee, maar niet meer van alles, zeg maar. Dus dan, of dan maak ik wat komkommertjes erbij en wat worteltjes of zo. Dus dat is een beetje, we kijken gewoon een beetje naar wat we eten. Maar als we bijvoorbeeld aardappels, groente, vlees eten, dan eet ze daar gewoon van mee. En dan geef ik een half potje. Maar goed, dus of bijvoorbeeld een 8 maanden potje, want die zijn iets groter dan de helft, maar wel weer. Nou, dus ik kijk een beetje, maar in ieder geval eet ze nog een potje. En soms eet ze gewoon een heel potje en daarna nog de rest. Op vakantie had ze helemaal geen potje. 's Avonds had ze gewoon alleen maar, daar konden we natuurlijk heel erg makkelijk kiezen. Want we hadden all inclusive, dus dan kon je gewoon, zij vindt broccoli lekker, mais lekker, spersieboon lekker, legde dat allemaal op de bord en nog wat aardappeltjes naast of wat pasta en dan was het helemaal prima. Maar thuis eten natuurlijk ja, iets gevarieerder, soep of sla, ja, dat is gewoon niet zo handig. Dus een beetje afhankelijk daarvan eet ze eerst een potje en daarna eet ze dus met ons mee. En zo, ik zit een beetje zo, het is een beetje koud hier. Maar ze eet echt heel erg goed en heel veel. Tussendoor vaak nog iets van een soepstengel of een babykoekje. Of en sowieso natuurlijk fruit en ook vaak nog iets van komkommer of zo. En waar dat vroeger een soort ravage om heen is, is dat eigenlijk tegenwoordig niet meer zo. Ze eet gewoon wel heel netjes. Ze heeft ook altijd zo'n siliconen slabbetje om en er zit zo'n soort bakje en dan gaat ze dat daarna ook nog leeg eten. Dus nee, eten. Geen probleem, en toch is ze lang en dun, dus dat zal wel een bouw zijn. Ze had natuurlijk op vakantie krenten waard, dat is weer helemaal weg, gelukkig. Ik zal nu alweer een plekje hier, dat wil ze dan weer. Wat ze dus nu heel leuk vindt is met de poppenwagen, daar loopt ze graag mee. Maar ze haalt ook graag de poppetjes erin en eruit. En ik heb ook een filmpje dat ik op een gegeven moment zei, mag ik pop een kusje doen? Dus ze bij die pop. Ja, my god. Ze vindt zelf eten leuk. Andere eten geven ze ook heel leuk. Dat kon ze eigenlijk al eerder dan dat ze zichzelf eten kon geven. De fles vertikt ze. Die houdt ze gewoon niet zelf vast. En bij het kinderdagblijf kreeg ik nu voor het eerst een berichtje dat ze zelf er fruit en groente had gegeten. Want dat weigerde ze voorheen. Ik zei, nou, bij ons eigenlijk nooit. Bij ons wil ze juist liever niet gevoerd worden. Maar bij sommige dingen doen we dat omdat het anders gewoon mayhem wordt. Maar groente en fruit eet ze eigenlijk altijd zelf. Dus dat is wel heel grappig dat ze dat daar gewoon weigerde. Nee, en dan werd ze gewoon boos. En dan ging ze. Dus ze zei ook altijd, het is een heel eigenwijs meisje. Ja, ik vind het ook wel heel komisch. Ze heeft ongelooflijk veel humor, dat vind ik ook. Ja, ze kan echt grapjes maken, ze kan heel hard lachen. Niels en Eden zijn ook nog steeds heel leuk samen, heel lief tegen elkaar. Af en toe doen ze elkaar pijn. Heel even laatst heel hard in Niels zijn ogen krabt. Ja, dat was ook niet haar bedoeling. Niels heeft wel eens laten vallen, ook niet zijn bedoeling. Ja, dat hoort er allemaal een beetje bij. Mijn moeder zei toevallig vanmorgen, het is nu wel een beetje de fase, ze viel vanmorgen van een stoel af, een kinderstoel, zeg maar zo'n laag, van zo'n hoogte. Maar ze zei, ja, weet je, dat hoort nu ook, dit wordt ook de fase van ongelooflijk veel vallen. Want ja, ze loopt en ze valt, ze loopt en ze valt. Ja, dat is allemaal een beetje, hoort er een beetje bij. Nou gaat ze over het algemeen gewoon als ze loopt gewoon zitten als ze niet meer kan. Maar ja, ze klimt natuurlijk overal op en valt ook overal weer af. Verder is, dus 3 flessen. Dus 's ochtends na het ontbijt. En dan 's middags. Nog een keertje en dan voor het slapen gaan 's avonds. Slapen gaat over het algemeen goed. We krijgen haar eigenlijk niet echt naar 1 slaap. Dat hebben we een tijdje geprobeerd, maar het werkt gewoon niet. Bij het kinderdagverblijf wel. Bij het kinderdagverblijf slaapt ze 1 keer tussen de middag. Of eigenlijk iets later zelfs nog. Volgens mij vaak van 1 tot 3 of zo. Maar ja, hier krijgen we het gewoon niet voor elkaar. Ze slaapt hier echt vaak nog 2 keer 2 uur.
Dus ze gaat soms rond een uur of 10 naar bed, komt rond een uur of 12 uur uit. Dus 's middags is het tegenwoordig iets korter, dus dan is het of van 2:30 tot 4 of van 3 tot 4 of nou, zoiets. Dus dat is vaak wat korter. Maar ja, ze heeft dat gewoon echt nodig, maar ze is ook zo energiek. Ja, dat moet je, dan moet je gewoon uitrusten, denk dan ook maar. Dus we hebben dat nu weer een beetje losgelaten om dat voor elkaar te krijgen. En dat komt dan vanzelf alweer. Ik hoorde nu van een vriendinnetje ook, die zei, ja, bij ons was dat pas met 16, 17 maanden. Ik denk, ja, dat is ook prima, weet je, dan is dat maar zo. Het wordt natuurlijk straks wel, als wij Niels van school af moeten halen, wil je er juist net niet tussen, wil je er, moet ze of in ieder geval na, wat is het, 2:15 of zo, of daarvoor slapen, want anders dan zit je natuurlijk met ophalen, maar goed, dat is een volgende zorg. Maar goed, ze speelt dus graag met de poppenwagen. Luisterboekjes vindt het keukentje bijster interessant. Deurtjes uiteraard. Dus dan doet ze die deurtje open, haalt spullen uit, deurtje weer dicht, spullen er weer in. Nou ja, daar kan ze ook druk mee zijn. Ze vindt Duplo dieren ook heel leuk. Ik zit gewoon even te denken wat ze allemaal leuk vinden aan speelgoed. Ze heeft nu ook zo'n toren met van die houten schijf. Dat vindt ze ook leuk om te bouwen. We hebben natuurlijk dat prinsessenkasteel. Vindt ze ook mooi, want deuren en geluid. Dus dan weet ze die knopjes in te drukken en zo. Dus het is echt, ja, ik vind het echt een hele, ja, het is zo'n slag weer in de ontwikkeling. De manier waarop ze probeert te communiceren is gewoon weer heel anders. Het is niet meer, ik laat alles gewoon gebeuren. Of ik ga schreeuwen. Maar er zit ergens een soort middenmoot in, hè. Nee zeggen en nou, gewoon dingen niet willen. Gewoon je kont in de krib gooien. Ze wil soms niet in de wagen. Dan wordt ze gewoon helemaal lijp. Ik denk ook, waar Niels altijd graag in de wagen heeft willen zitten, dat zij gewoon op een gegeven moment denk ik ga gewoon lopen. Als ze dat eenmaal onder de knie heeft, zie ik haar dat eerder doen dan Niels. Maar ja, ik heb wel eens vaker inschattingsfouten gemaakt, maar ik heb zo'n idee. Niels vindt altijd gewoon lekker om te zitten en een beetje rond te kijken. En Elin wil natuurlijk gewoon actie in de taxi. Ze vindt wel nog steeds in de wagen zitten buiten heerlijk. Mijn vader zei wel van dat hij nu al merkt dat ze niet meer uren in die wagen wil zitten. Weet je, op een gegeven moment wil ze er gewoon uit en wil ze klimmen. De glijbaan op en af. En ja, nee, het is een bezig bijtje. Ik denk ook dat ze knutselen leuk gaat vinden. Maar ja, is misschien ook een aanname. Ze kan gewoon wel lekker prutsen met dingen. Ja, het is heel leuk om te zien. Maar goed, volgens mij heb ik het al 26 keer gezegd. Qua kleding zitten we nu in... Het wisselt zeer, maar eigenlijk in maat 86. Alleen we zitten natuurlijk gewoon altijd met de lengte-breedte-verhouding die bij haar een beetje kwijt is. Ze was bij het consultatiebureau nu 80 centimeter volgens mij. En of 81 of 80? 81. En 9 kilo. Dus ja, het zit gewoon vaak een beetje te wijd. Maar goed, we doen dus nu vaak 86 aan. Dat ze het voor de lengte, zeker met haar lange benen, wel nodig heeft. Maar dan doe ik wel 80 qua jurkjes. Dan zijn ze maar wat korter. En qua shirtjes ook vaak nog 80. Maar ja, goed, dat is wat het is. Het ziet er anders gewoon niet uit. Behalve de trui of zo, die kunnen natuurlijk wel lekker oversized. Ik hou echt van de heerlijke lange haren. Dat is, we doen het altijd altijd in een knotje of in twee knotjes. Of in een, tegenwoordig doe ik het ook wel eens in vlechtjes. Maar ik vind dat echt zo leuk dat ze dat heet. Daar word ik echt helemaal mijn neus in. En dan 's ochtends zit het helemaal zo allemaal door de warm en zo in de ogen en zo. En dan loopt ze zo rond. Ja, fantastisch. Ik zal te zeggen, ook het slapen gaat met die twee keer dus gewoon goed. En 's avonds gaat ze tegenwoordig ook over het algemeen heel goed slapen. Dus het is ongelooflijk fijn. Hij heeft ze eigenlijk 's nachts over het algemeen wel goed geslapen. Maar ze heeft wel natuurlijk van die fase, je denkt, wat heb jij nou weer? Ze kan, vind ik ook, zich goed aanpassen. Zoals ze bij open oma staat, zo maakt het allemaal niet uit. Ze is er heel makkelijk in. Dus ik vind, ja, het is gewoon wel vrij... relaxte fase, nu met wat temperament, maar wel op een leuke manier. Dus ja, dat is het denk ik ook wel weer. Sinterklaas komt er natuurlijk aan. Mochten jullie nog leuke tips hebben voor op het verlanglijstje voor de Sint voor Elin, let me know. Want ja, heel veel heeft ze natuurlijk al van haar broer. Maar ja, zij verdient natuurlijk ook cadeautjes, want ze is heel lief geweest. Dus ik denk dat Sinterklaas haar wel wil verwennen dit jaar. Maar wat kunnen we op haar verlanglijstje zetten? Let me know als jij goede tips hebt. Voor Niels weet het allemaal wel, die bepaalt het tegenwoordig ook zelf. Maar voor Elin, let me know. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik ben heel benieuwd naar de ontwikkeling van jouw kindje. Dus laat het ook vooral hieronder even weten hoe dat gaat. Of DM of whatever. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot in ieder geval zondag bij weer een nieuwe vlog.